Wesley van Bellen, even recapituleren. 2 op 27, dan komen er wedstrijden tegen Oud-Heverlee Leuven en tegen Union. En jullie pakken 6 op 6 en scoren 6 keer. Moet je dan even in de bank knijpen? Ik denk het wel, ja. We hebben onszelf ook een beetje verbaasd, denk ik. Niemand had dat verwacht, niemand had ons kans gegeven, denk ik, tegen die twee teams. Maar we hebben een keer goed samengezeten na die wedstrijd op Lommel, waar dat niet goed was. Dat was een belangrijke wedstrijd voor ons. We hebben die dan verloren. Dus een keer samengezeten, een aantal dingen op tafel gesmeten, iedereen zijn mening gegeven. Wat is dat dan voornamelijk uitgekomen? Nou, een aantal zaken dat moesten veranderen. Ik denk, we hadden al verschillende tactieken gespeeld, maar ik had niet het gevoel dat daar aan lag. Met mij was het meer het gevoel dat een beetje mentaliteitsprobleem, ook dat sommige jongens de reeks misschien nog niet goed kenden, dat toch wel een reeks is waarbij dat je jezelf 200% moet geven, dat je anders heel moeilijk gaat komen. Het ligt zo dicht tegen elkaar, dat het heel vaak op details wordt beslist. Dus, op dat gebied zie je wel dat we een beetje van de klik hebben gemaakt. We zijn dan ook overgeschakeld op een ander systeem, dat ik denk ik met de spelers die we hebben, dat ons wel ligt. We hebben een manier gevonden om druk te zetten, we pakken daar enorm veel risico in. Maar ik heb het liever zo, en dan misschien eens een keer te verliezen, dan altijd achteruit te krappen en ook te verliezen. Dus, Spelen jullie nu met 3 achterin of met 4? Wat ben jij eigenlijk? Ja, moeilijk te zeggen. Het is een beetje 3-4-3. In verdedigend opzicht komen we dan soms wel met 5 zelf soms te staan. En in aanvallend opzicht hebben we de ruimte om te gaan. Dus het systeem heeft zijn voordelen en zijn nadelen, zoals elk systeem heeft. Dus, Hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Ook een groot verschil, denk ik wel, tussen de eerste en de tweede helft? Ja, ik denk eerste helft dat het wel een beetje moeilijk. Ik vond ons maar momenten wel heel goed druk zetten, dat Union er echt moeilijk uitkwam, dat ze hem wel buiten trapten, dat ze het niet wisten. Maar hun deden dat ook wel. We zochten een beetje te vaak centrale ballen van 20, 25 meter, dat ze dan heel goed druk opzetten, dat we dan balverlies hadden en in de problemen kwamen. Dat vond ik als tweede helft wel beter doen, dat we vaker de flank opzochten en waar dat de ruimte dan lag. Maar ik vond ons ook tweede helft zeker. Onze intentie was, zie ik graag van ook positief, dat we enorm hoog druk zetten. Zo scoren we ook onze doelpunten, denk ik. Terden is er ook nog het voorbeeld dat we in de allerlaatste minuten toch nog druk zetten. En op een fout, zeg maar, voor hun door goed druk te zetten en nog een doelpunt maken. Dus, Maar in de eerste helft geen kansen. De eerste bal binnen de paal was meteen raak. De eerste helft hebben we een beetje geluk. Die bal op de paal of op de lat, als die binnen gaat, dan natuurlijk een andere wedstrijd. Hè. Dus het zit ook een beetje mee, maar het mag ook wel eens. Hè. Het heeft al genoeg tegengezeten, dus absoluut, het moet ook een beetje meezitten. Maar achteraf hebben we het wel goed uitgespeeld en hebben we wel goed onze kans afgewerkt. Dus onze verdienste ook. Roeselare lijkt gelanceerd. Wat is het objectief nu nog? Tja, dat is moeilijk te zeggen. Laten we maar wedstrijd per wedstrijd zien. Dat is een beetje cliché, maar het is ook zo. We komen uit een moeilijke periode. We hebben toch nog een achterstand, denk ik, op veel teams. We zijn veel later, onze kern is veel later samengesteld. Dus nu beginnen we een beetje in een goede flow te komen. Laten we daarvan profiteren en genieten. En niet te ver vooruit kijken. We zullen wel zien, we staan nog altijd laatste voor laatste, denk ik. Dus op zich moeten we nog niet te veel jagen. Het staat nog altijd niet echt heel positief. Dus laten we rustig blijven werken en hier verder opbouwen. Dat is belangrijk. Volgende wedstrijd in Virton hebben jullie nog wel een appeltje mee te schillen, denk ik dan. Hè? Want zij wilden niet dat die wedstrijd... Absoluut, ze wilden het eerste beetje laten overkomen alsof ze wilden meewerken. En dan uiteindelijk, bij alle data's die werden voorgesteld, konden ze niet. Hè? Heel toevallig. Dus ja, kijk. Maar dat is verleden tijd. Maar bon, speelt wel een beetje mee. Tuurlijk willen we wel een beetje revanche daarvoor nemen, absoluut. Amir Nouri, la semaine passée vous faites une grosse prestation. Aujourd'hui, celle-ci est ponctuée par votre premier but de la saison, un assist en plus. Vous êtes encore plus heureux qu'il y a une semaine, j'imagine. Ouais, c'est pareil, le résultat c'est le même. On a été très cohérent ce soir avec 3 buts, on n'encaisse pas. Donc c'est très important, c'est la première fois de la saison comme on disait. Il faut c'est de bon augure pour la suite, il va falloir enchaîner, on aura un match difficile la semaine prochaine à Virton. Premier match sans encaisser, ça aussi c'est quelque chose de notable pour Roulers. Ouais, bien sûr, on a trouvé un nouvel équilibre dans l'équipe qu'on n'avait pas sur les premiers matchs. Comme je l'ai dit, là, il y a de la cohérence défensivement et offensivement on a une réussite. Même si sur la première période, ils ont quand même pas mal d'opportunités qui ne concrétisent pas, tant mieux pour nous. Ouais, j'allais y revenir parce que bon, il y a aussi ce manque de réussite à l'Union Saint-Gilloise qui a des difficultés pour marquer dont vous bénéficiez quelque part, mais bon, ça n'enlève pas votre mérite. Oui, sur la première mi-temps, c'est vrai qu'ils ont les opportunités pour mener, ils ne le font pas, on en profite derrière, tant mieux, on a été réaliste. OHL, Roulers, la semaine prochaine Virton, ou l'Union Saint-Gilloise aujourd'hui plutôt, Roulers devient le tueur des favoris. J'espère. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai dit la semaine dernière, mais on travaille vraiment très sérieusement. Là, on a préparé toute la semaine le match de l'Union et tout le monde était très concentré, très attentif, très travailleur. Ça va être pareil cette semaine pour préparer le match de Virton et on sait que ça va être difficile d'aller à Virton. Arnar Gretarsson, games against Leuven and against Union.
top of the league and 6 points for Roeselaar. Yeah, who would have thought that before these two games? No, but obviously delighted with the performance, especially in the second half. We were struggling a little bit in first half and giving too many easy balls playing into the midfield and where they were actually intercepting. But luckily we managed to keep a zero in first half and then we played really a good solid first second half, created a lot of chances and a little bit continued what we did in the previous week. And I'm really just delighted also for the boys. Also for them, they can actually see now, they can actually compete on a good level. And like I said last week, we are now 8 points and we still have to continue. It's a long journey. We started a little bit late and we have to continue. We are on a good way. If we play every weekend like this, we're going to take a lot of points. But we have to continue. This is done today. Like I said last week, we can enjoy it for a couple of days and then it will be a very difficult game against Wierstown next weekend. What the difference between the first and the second half? Why did it come? And have you said something special during halftime? I wish I could say I did some magic thing. No. It's correct. For me, we started a little bit nonchalant and playing a little bit into their game where they were intercepting, and we had very good in transition union, very quick players, and we are lucky to get away with 0-0 in first half. What we basically said that stop giving the ball into the midfield, play a little bit behind them and don't get ourselves into trouble. Mm-hmm. This is what we did and we actually played a solid second half, created a lot of chances and scored 3 wonderful goals. And what is the most important for me, we kept a clean sheet for the first time. And that's something to build on. Efficiency is also a key word in the Proximus League. Yeah. First ball into the goal, and was a goal. Yeah. It could have been, like you said, game. Goals change games. Red cards change games. Yes. And we, luckily for us, we scored the first goal, and from there we continued. We didn't go back. We continued. We scored the second, and then we managed to kill the game with a third, and. Like I said, I'm delighted. Next game is in Virton. Special game a little bit for Roeselaar. It's going to be, I don't know if it is any more special than anyone else, but it's going to be a difficult one. I've seen a very physical team, strong team, have a lot of good players. So I expect a very difficult game. And we have also special because they were not ready and to play here in that difficult respect. Period. Yeah, and in that respect, yeah. But we, as the technical staff and the players, that's something that we are not thinking about. That's something, nothing to do with us. If it can... Special motivation for the players? Yeah, you use everything. Yeah, I mean, obviously we're going to go there. Of course, we would love to play that game. Unfortunately, we didn't manage to play that game and we lost it 5-0 or 0-5. And now we have a chance we have 1 point when we go there. Our aim is to take at least 1 point, hopefully a little bit more. But I know it's going to be a very, very difficult game.